Veel belangstelling voor de training een dag na de overwinning op Noordwijk. En de fans vielen met hun neus in de boter. Ze kregen niet alleen de selectie te zien, maar ook Mark Overmars, Brian Roy, Edgar Davids, Wim Jonk en Dennis Bergkamp en Jaap Stam. Hier aan de slag met Ricardo van Rijn. De aanvoerder van Jong Ajax maakte gisteren zijn officiële debuut voor Ajax 1. Ja, op een gegeven moment toen de doelpunten kwamen en ik mocht warmlopen, begon de spanning natuurlijk al een beetje meer op te raken. En eenmaal de 3-0 werd gemaakt, toen mocht ik gelijk de kleren uitdoen en invallen. Dus dat was heel mooi. Dat is echt een mijlpaal voor jou. Ja, zeker. Ik heb natuurlijk al mijn officieuze debuut gemaakt tegen Shimizu. En dit was een echte officiële wedstrijd, dus dat was wel een speciaal moment voor mij. Gisteren niet van de partij wegens een hamstringblessure, maar wel op de weg terug is Mirelem Sulemani. Vandaag trainde hij volledig mee. Een goed teken met het oog op de komende wedstrijden. Om te beginnen de thuiswedstrijd tegen Twente. Ook Vernon Anita, die tegen PSV uitviel, is weer fit. En Colbein Sigtorsson. Hij deed tot de laatste minuut mee. Op de training veel aandacht voor de aanvalsopbouw. Met Theo Jansen als spelverdeler. Van de Wiel als aangever en Boerichter als afwerker. Even later een solo van Ebesilio, die zowel Van de Wiel als Jaap Stam passeert. En dan de paal raakt. De mooiste treffer tijdens deze oefening werd gemaakt door Christian Eriksen. Met de complimenten van Dennis Bergkamp. Jansen leidde niet alleen de aanvallen in, hij ging ook voor het schot. En als hij schiet, schiet hij met scherp. Hier kon Sillers nog redden, maar even later was de man in het doel kansloos. Nog even de hulp van de lat, maar daarna was er geen redden meer aan. Te hard voor de doelman en te snel voor onze camera. Eén ding is duidelijk, Theo Jansen is klaar voor de topper tegen Twente.